alweer een tijdje bezig deze dag. En dan zou ik bijna vergeten, hé verrek, het is alweer koffietijd. Tjonge, jonge. Nou, wat hebben we nou bij de koffie? Een nieuw product dit keer. Het gaat weer om de Milka. Ja, Milka gaat maar door met nieuwe producten uitgeven. En ik moet even goed spieken. Crunchito snacks. Jawel, Crunchito snacks. Nou, het heeft wat ik denk. Nou, het is sowieso chocolade. Gevuld. Of niet gevuld. Dat is niet helemaal duidelijk. In ieder geval, het is een chocoladesnack met iets van een maiskrekkertje erin, zeg maar. U weet wel, die maischips, maar dan als zoutje. U kent die dingen wel, die luchtige dingen. Denk ik dat dat is. Gecombineerd met chocolade. Dat zou wel eens heel erg lekker kunnen zijn. En dat is ook helemaal nieuw. Maar nog steeds de vertrouwde paarse, lila of Milka kleur. Maar met een goud. Extra goud. Of eigenlijk geel. Is het meer? Het is meer geel. En achterkant is niet zo heel veel nieuws. Daar de bekende sticker die als je hem openmaakt, ik heb hem weer dicht plakken, maar lukt dat nog? Volgens mij is dat heel vlug op zo'n zakje. Bij mij in ieder geval wel. Ja, ik vind dat wel een mooi zakje eigenlijk. Bijna te zonde om open te maken. Goed, ik ga het toch wel doen. En heel makkelijk dat dat gaat. Nou ja, makkelijk. Dat valt een beetje tegen. Ja, dat is hem. Dat is hem. Nou, hoe ziet dat er dus uit? Dat ze er maar uithalen. Oh, dus ze zijn niet zo heel groot. Ik verwacht er eigenlijk van wel. Beetje een kussentje. Gedoopt in chocolade. Dus. Ruikt het nog? Ja, het ruikt heel erg lekker. Maar echte Milka chocolade. Aal overigens. Nou, oké. Een beetje. Ik ga wat proeven. Oh, nou hier hebben ze bijna goud in handen. Dat hebben ze waarschijnlijk ook wel geweten. Al is het niet echt goud, oké. Wat smaakt het nou? Nou, ten eerste, de chocolade is erg lekker. Dat is alweer een heel groot pluspunt. Dan kan je wel zeggen, ja, maar het is Milka. Ja, oké, maar je moet er net van houden. En soms is het zo dat Milka wel eens de plank misslaat. Is mijn ervaring dan. Dit is een nieuw product en daar hebben ze nog gelijk mee ook. Want het is inderdaad, ik ken geen vergelijking. Wel een smaakvergelijking, maar niet een vergelijking van goh, dit smaakt naar weet ik veel wat voor product het ook is. Nee, absoluut niet. Waarmee het kan je vergelijken? Je kent die horentjes van die chipshorentjes. Kent u die nog? Die kun je vullen met kaas, dat soort dingen meer. Of die is ook zo snacken. Maar dan gedoopt in chocolade. En dan kom je aardig in de buurt van dit product. Een andere sensatie is ook weer. Daar kan ik het ook mee een klein beetje vergelijken. Al is dat meer met granen gemaakt. Onder eigen dak heeft Milka onder de naam Lu van die luchtige crackers. Kent u die? Dat gedoopt in chocolade. Dan kom je ook aardig in de buurt. Niet helemaal, maar dan smaakt het toch wel een beetje na. Het zijn sowieso niet de crackers
die bijvoorbeeld een smis gebruikt, waar ontzettend veel vet in zit. Lijkt mij niet. Want de chocolade doet dat zelf in feite al. Nee, het is echt een hele lekkere snack. Echt waar. En ik zal het zeker aanraden. Weer een leuke combinatie. En ik zit me trouwens ook te denken aan dat andere merk. Dat is dus... Welke was dat ook alweer? Iets van Nestlé, geloof ik, hè? Met die chips, weet u wel. Maar ja, dan toch weer heel anders. Nee, dit is toch weer een product op zich. Een erg lekker product. Crunchito snacks dus. Dit was Klaart en Jannes. Ik dank u voor het kijken. Nog een hele fijne avond. Of anders een hele fijne dag. Dag.